mijn sterren en superleuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag bij de Dutch YouTube Gathering. En er staan hier echt heel veel fans al te wachten. Nou, ik ga ook spreken met verschillende YouTubers en ik neem jullie daar natuurlijk mee naartoe. En ik ga jullie ook gewoon laten zien wat je hier allemaal kan doen. Dus veel plezier en ik heb er zin in. Daar ga ik dus niet in. Wat vind je het leukste van de Dutch YouTube Gathering? Nou, je ziet eindelijk de hoeveelheid mensen voor je, zeg maar. Je ziet altijd maar gewoon een cijfertje van nou, zoveel mensen die volgen mij of die kijken naar mij. Maar je ziet ze nu en ze zijn echt enthousiast om je te zien. En het voelt zo tof. Dan denk je, yes, yes, yes. Ik ben hier echt om mijn kijkers te meeten en gewoon knuffels te geven en handtekeningen uit te delen. En natuurlijk leuke foto's te maken. Iedereen komt met cadeautjes en dat ik echt zou zeggen, nee jongens, het is niet nodig. Maar je krijgt echt bergen chocola en snoep en lekkers en... Maar het is echt van alles. Ik vind het heel erg leuk om met meiden een praatje te maken. Ik sprak net een meisje en op een moment altijd over Justin Bieber. En zij was, ik ben heel erg Belieber geweest. En zij dus blijkbaar ook. Dus hadden allemaal, ja, we hadden heel korte tijd allemaal feitjes uitgewisseld. Heel erg leuk, dat soort dingen. En natuurlijk, je ziet alle andere YouTubers weer. Dus dat is altijd gezellig. Nou, dit is Pastina. Een roze glitterfontein. Hier zitten al allemaal mensen te wachten, al voor het hek, nu al. Omdat ze zo'n meet and greet hebben. Hoi, voor wie zijn jullie hier aan het wachten? Voor Jeroen. Je hebt net een meet and greet gehad, jongen. Ik heb nog even zitten wachten. Ik heb nog tussendoor wat dingen gedaan, maar het duurde in totaal 1,5 uur. Ja, het duurde echt lang, hè? Alles voor de kijkers. Ja, alles is voor de fans. Jij bent hier als creator. Je hebt zo ook nog een meet and greet. Heb je er zin in? Ja, ik heb daar wel zin in, maar ik ben eigenlijk bezig vandaag met filmen. Ik ben de hele dag bezig met filmen, dus ik heb allemaal scripts in mijn hoofd. En, dus die meet and greet komt dan even tussendoor. Hier komt zo waarschijnlijk weer een meet and greet van Gio. En er staat een rij, jongen. Hoe is het om te zien dat zoveel mensen voor jou een ticket hebben gekocht? Ja, het is altijd superleuk om te zien natuurlijk. Altijd blijft bijzonder. Ik bedoel, elke keer als ik op een meet and greet kom, dan is het echt een enorme opkomst. Jij presenteert het hier ook? Ja, klopt. Ik weet niet helemaal waar ik mee bezig ben. En af en toe is het ook hartstikke rommelig. Maar ik doe mijn best. En hoe vind je het om bij zo'n groot evenement te presenteren? Het is heel cool, want presenteren is natuurlijk stiekem altijd wel heel leuk. En als het dan voor zoveel mensen is, dan is het wel spannend. Maar ja, dat vergeet je natuurlijk gelijk weer en dan denk je bij jezelf, yes. Hoe ben je erop gekomen om als politieman te gaan vloggen? Het is gekomen omdat ik graag aan heel veel mensen wil laten zien wat wij als politie echt doen. En niet alleen maar die kleine dingen die je heel vaak op tv ziet, zoals bekeuringen schrijven of mensen aanhouden met heel veel geweld. Maar dat we heel veel meer dingen doen. Dus daarom ben ik er een beetje op gekomen. Jij hebt dus nu ook een YouTube kanaal. Klopt, ik ben gaan YouTuben, maar ik doe maar 1 vlog per week. Gewoon een weekvlog. Ik vind het heel erg leuk om te laten zien aan mensen dat er na The Voice nog steeds iets is. Ik ben gewoon aan het optreden, gewoon aan het werken aan eigen muziek. En dat vind ik heel erg leuk om te laten zien. Hoe ben je erop gekomen om video's te gaan maken? Het was gewoon heel random op een dag gewoon met een vriend. En toen dacht ik van, hey, kom, we gaan iets geks doen. En toen hebben we echt onzin erop gegooid. En ja, dat stelt echt niet. Blijkbaar vonden mensen die onzin leuk. Ja, en toen had ik echt 20 views of zo. Maar ja, dat was voor mij echt superveel. Ik dacht, wow, 20 mensen. En ja, toen is het echt enorm omhoog gegaan en gegroeid. Wat is de leukste video die je ooit hebt gemaakt? Die in de auto met Marijn en Quinty. Die vond ik heel leuk om te maken. Degene waar ik meest trots op ben is denk ik of rare dingen die je alleen thuis doet. Of awkward momenten met je ouders. Ik word echt helemaal gek om uit te spreken Dutch YouTube Gathering. Dutch YouTube Gathering. Maar je straks ook DYTG of zo. Weet je. Als jij zelf zou mogen bedenken hoe dit zou heten. Ja, dat is moeilijk. YouTube Meetup of zo. Iets in die... ja, het moet iets makkelijker zijn. Ja. Iets makkelijk zijn, ja. Nederlandse YouTube bijeenkomst. Dat is zo saai. Ja. Misschien iets van Tube Day of zo. YouTube deed, dat is al makkelijker. Ja, is veel makkelijker. Heb je al leuke toekomstplannen? Zeker. Kan je iets verklappen?
iets kleins misschien? Of... Even denken, hoe ga ik het verwoorden? Samenwerken met andere mensen? Samenwonen. Oké. Okay. Ik wil nog even zeggen dat je er top uitziet. Je bent... Bedankt, jij ook. Helemaal in stijl. Ik zal even een verhaal vertellen. Ik had geen shirt meer, dus ik had deze gestolen ergens van Eelco. En die heb ik maar gewoon aangedaan. Oké. Okay. Ja, wel leuk. Staat ook Dutch YouTube Gathering op. Helemaal in merk ben ik. Designer. Hier zijn ze nog niet klaar, maar ik wel. Ik heb heel veel YouTubers gesproken en het was super leuk. Ook allemaal fans gezien. Ik heb heel erg genoten en ik hoop jullie ook. Dus, was je erbij? Zet dat even in de comments en zet er ook meteen bij wat jij het allerleukste vond vandaag. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op dit kanaal en doe een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doeg!